ik was zo fucking bang om gewoon af te gaan op de shoot. Dat ik kon letterlijk gewoon, ik keek gewoon op mijn eigen lichaam en ik kon gewoon niet zien wat er van aan de hand was. Je hebt 3 maanden lang getraind als een onderbroekenmodel als het ware, maar eigenlijk gewoon als een bodybuilder. Je hebt gegeten als een voedingsdeskundige als het ware. Ja. Maar het had niet het effect wat je eigenlijk had gehoopt. Nou ja, ik hoopte gewoon. Kijk, ik streef naar gewoon een soort mooi perfect lichaam, wat je altijd gewoon ziet. Ik denk dat nou, als ik er goed uitzie, meer aandacht van chicks, weet je wel, gewoon een beter leven. Allemaal kwaliteiten die gewoon niet zeg maar verkondigd worden als een perfect leven. Mm-hmm. En toen had ik zeg maar dat lichaam dat je soort van droomt. En eigenlijk was het voor mij gewoon nog kutter geworden. Dus gewoon puur qua mijn eigen mentale mindset. Dat ik gewoon nog onzekerder was over mijn lichaam dan tevoren. Ja, want stel we spoelen even terug naar 3 maanden geleden. Ja. Hoe zat je in je vel voordat je überhaupt aan dit mooie avontuur begon? Nou, eigenlijk best wel prima eigenlijk. Okay. Gewoon, ja, eigenlijk best wel goed. Ik dacht gewoon, ik was niet de fucking brede gespierde guy, maar gewoon prima. Ik sport gewoon een beetje voor de gezondheid. Ik me gewoon energiek en fit voelde. Mm-hmm. Maar ik was gewoon niet zo echt obsessief bezig met alles. Ik hield gewoon rekening met gezond eten en wat ook, maar niet zo hardcore. Nee. Maar ja, ik vond het wel gewoon chill. Oké, dus bijvoorbeeld je shirt uittrekken op het strand, hoe voelde je dat? Ja, gewoon prima, zelfverzekerd ook. In het huis liep ik ook heel vaak rond, gewoon in mijn boxen, zit gewoon een beetje lekker. Blijf chill. Blijf gewoon chill, weet je, lekker die vrijheid. Ja, dus dat voel me gewoon op gemak. Oké, en stel ik zou je nu vragen om je shirt uit te trekken? Ja, meteen voelde ik al van, my god. Ja, ja. Het is meteen een soort van lastig. Je denkt van, je hebt zo'n plaatje gekeerd, en sowieso zo'n fotoshoot is echt zo'n momentopname. En dan word je ook steeds geconfronteerd met die foto. En zo droog zoals je bent, dat hou je maar een echt moment vast. Want ik bedoel, er zit gewoon vocht overheen. Maar je weet wat het beter kan. En je kijkt, als je in de wereld meer in de wereld duikt, zie je meer mensen die nog breder zijn in gespierd en dat hebben. En dan denk je, shit, nu ben ik maar gewoon eens gast. Dus ja, wel zonde eigenlijk. Ja. En wat je had eigenlijk verwacht dat je er meer zelfvertrouwen door zou hebben. Ja. Dat je als het ware nu gewoon flats je shirt uit zou kunnen trekken en er lachend zou over straat gaan. Ja, dat terwijl denk je. Ja. Eigenlijk het tegenovergestelde is dus gebeurd. Ja, precies. Ja, en ik voel me toch af van of ik een van de weinigen daarvan ben. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Want jij bent ook wel gewoon een brede guy. Het is toevallig, want ja, ik heb ook zo'n transformatie ondergaan. Ik ben 15 à 20 kilo afgevallen. Mm-hmm. Vooraf totaal niet onzeker. Ik had een beetje een buikje, maar een shirt uittrekken, ja, geen probleem. Ik vond het eerder grappig om het wel te doen dan niet. En nu, dan heb je spieren, je hebt definitie. Maar ja, dan weet je een soort van, oké, hier zit nog een dingetje. Daar zit nog een dingetje. Ja, dit kan nog beter. En die paar kleine dingetjes wegen uiteindelijk 10 keer zwaarder dan het gehele geheel. Wat eigenlijk dus in mijn ogen achteraf niet klopte. Ja. Maar waar ik me toen perfect over voelde. Het was geen enkele zorg. Zo raar, hè? Dat je denkt van de beste, maar gewoon vele malen beter. Ja. Maar ja, je voelt je gewoon slechter. Ja, en je kan het ook eigenlijk niet uitleggen aan anderen. Want het soort van, ik heb wel eens gesprekken gehad met mensen die bijvoorbeeld anorexia hadden. En dan was het van, zij voelden zich dan te dik. Iedereen ziet dat het niet zo is. Ja. Maar je kan diegene niet overtuigen van een ander zelfbeeld, als het ware. Want van binnen voelen zij zich te zwaar. En op diezelfde manier hebben wij sporters dan iets soort van, ja, maar het kan beter. We voelen ons niet, zeg maar, om sporters met anorexia-patiënten op die manier te vergelijken. Ja, maar het is een soort ziektebeeld zit erbij in. En ik ook, ik schaam me dan zo dat ik denk van, ja, maar het kan beter. Of het is goed geweest. Ik heb het gevoel dat mensen van kijken en denken, oh, nou, ik kan wel iets gespierder, weet je. Ja. Dat gevoel heb ik. Dus wat zou je eigenlijk, is er iets wat je mee wil geven aan anderen die van plan zijn zo'n transformatie te ondergaan? Is er een soort gezondere balans of hoe sta je er achteraf in? Nou kijk, sowieso, ik heb best wel in een extreem korte tijd gedaan. Maar het was niet het sport of de voeding waardoor ik echt eraan onderdoor ging. Het was gewoon best wel goed te doen eigenlijk. Ja. Het was voor mij mentaal weer zo, omdat ik gewoon, mijn enige motivatie was dus dat perfecte plaatje creëren, want dan ben je gelukkiger. En dat hebben heel veel mensen. Die denken van ja, ik ga even sixpack creëren, of ik krijg wel die chicks, of ik ga dat doen. Want en weet je, in de magazines dat en de Zac Efron in de films is ook een super nice, weet je wel. Daar ga je voor. Ja. Maar als dat je enige motivatie is, dan raak je toch voor verzeld en steeds beter en perfecter. Want dan kom je in die wereld waar alles gewoon nou, zo fucking strak en fucking even is. Ja. Dus ik denk, je moet het echt doen, toch voor je gezondheid, voordat je je fijn voelt, dat je op ieder moment gewoon echt chill voelt. Je mag best het doel hebben om naartoe te streven, want ik wil ongeveer dat we hebben. Maar niet dat je denkt, ik voel me kut als ik dat niet heb, weet je wel. Gewoon, wees gewoon blij met elke fase van je lichaam letterlijk. En zit daar dan ook die snelheid in? Denk je dat jouw zelfbeeld gewoon op een gegeven moment zou kunnen bijtrekken? Dus nu heb je eigenlijk misschien nog hetzelfde zelfbeeld of dus een slechter zelfbeeld dan 3 maanden geleden. Heb je het gevoel dat stel je zou dit over 2 jaar doen, dat je op een gegeven moment gewoon
zelfverzekerder wordt in je nieuwe huid, als het ware. Of... Ja, dat vraag me ook, want ik weet nog dat ik op een gegeven moment zat ik gewoon in de woonkamer. Op een stoel, dan keek ik zo. Ik keek naar de zijkant, de spiegeling van, zeg maar, het raam. En dacht van, wie de fuck is die guy die er zit? Ik had gewoon niet door dat, zeg maar, oh, ik heb spieren gekregen. Dat heb ik inderdaad niet door. Maar toch, het heeft denk ik wel veel tijd nodig. En ik weet niet echt wat er gaat gebeuren. Want nu merk ik bij mezelf, oké, ik ben een beetje aan het sporten. Omdat ik een soort van die druk voel. Oké, ik moet van die spiermassa behouden. Want iedereen kent me nu als die gespierde gast. Zeker. Super kut eigenlijk, weet je wel. Die echt die sociale druk voel je zo. Maar ik vrede ook gewoon weer toch meer ongezonde shit. Omdat ik denk van, ja, want straks ga ik weer zo op dieet. Dus dan mag ik het weer niet of zo is. Okay. Dus ik ben echt helemaal echt een beetje uit balans. Dus ik weet niet, het andere weet ik gewoon niet op. Ik hoop gewoon dat ik mezelf gewoon me beter ga voelen. Ja. En dat ik een soort van trots ben op mijn lichaam. Maar nu is het echt van, ik denk van, ja, weet je. Maar heb je dan nu als het ware nieuwe doelen gesteld voor de toekomst? Of is het nu gewoon kijken wat er gebeurt als je weer een beetje normaal gaat leven? Nou, ik zou dus doelen moeten stellen. Zou ik moeten doen. Is niet toepassing nog. Ik moet echt mijn best doen om die doelen te stellen. Ik heb dus nu dat ik zeg, okay, ik wil eerst gewoon weer 3 keer in de week gewoon naar de sportschool. Dat ik gewoon die spieren zeg maar, weet je, blijf prikkelen en dat doen. Dat gaat goed. Dat gaat goed, ja. Maar met de voeding en zo. Want ik vind het zo moeilijk omdat je... Als je zo'n transformatie meemaakt, moet je zo op de cijfers zitten en qua voeding zo precies elke 2 à 3 uur in deze hoeveelheid en dit. Mm-hmm. En die balans is moeilijk te vinden, want die balans is niet dat je gewoon, oh, ik doe maar wat. Nee, dan moet je ook weer je voeding eigenlijk gaan tracken. Dat je ongeveer doorhebt wat je krijgt. En dan is het zo van, oké, wil ik dat leven leiden waarbij ik constant zo in control ben wat ik precies eet? En dat is een soort van een moeilijke afweging, want waar doe je het dan voor? Is het puur alleen ja, dat je doet het niet voor het uiteindelijk jezelf beeld, want dat lekkere gevoel wat je had gehoopt, die heb je niet gevonden. Nee. Andere mensen, zeg maar, word je ook anders behandeld sindsdien? Ja. Merk je dat vrouwen op een bepaalde manier met je omgaan nu dan daarvoor? Zeker, ja. Ik heb nu gewoon meer aandacht. En wat voor mij gewoon nog legerer voelt. En het was letterlijk ook zo, toen die video best wel gewoon relatief viral ging, voelde ik me echt letterlijk ongelukkiger dan ik ooit had verwacht. Je hebt al die fucking aandacht en het voelt zo fucking leeg. Want mensen komen soort van als één richting verkeer naar je toe, ze kennen je eigenlijk niet. Ja. En ze zien alleen je lichaam. Ja, ze zien alleen je lichaam. En je wordt meteen objectief gezien als een soort van dat een merk of een dat is een gespierde gast. Ja. Weet je wel? En dat was voor mij zo eigenlijk best wel kut. Dus je denkt van ja, ik wil gewoon normaal een meisje ontmoeten die gewoon ook denkt, wat een fucking Mongool ben jij? En dan probeer je haar nog zo te overtuigen, hey, ik ben wel een leuke gast. Weet je? Ja. Dat is zo hoe het spelletje gaat. Gewoon het normale gedoe. Ja. En nu is het echt van, ja, om 8:30 staan we voor mijn huis, weet je. En dat is iets van, klinkt heel, een beetje romantiserend bijna, want die gasten thuis en ik, oh, dat zou ik ook willen. Ja. Maar wat heb je daar als je gewoon niet chill met je eigen lichaam voelt? Heb je gewoon echt vrij weinig aan? Ja, ik kan er echt bij aansluiten gewoon. Als ik vroeger een berichtje kreeg van een meisje, dacht ik, oh leuk, ze vindt mij leuk. Ja. En als ik nu een berichtje kreeg, als ik bijvoorbeeld een shirtless foto had geplaatst of wat dan ook, dan kreeg ik een berichtje en dacht ik, ja, ze vond mijn lichaam leuk. Ja, precies. Maar dat kun je soort van mentaal opslaan. Dan denk je, ja oké, okay, dat is feitelijk waar. Maar emotioneel sla je het niet op. Nee. Dus iemand kan je 100 complimenten geven. Maar dan denk je, ja, nou ja, het is uiteindelijk het gevoel wat van binnenuit heerst, overheerst. Ja. Dus 100 miljoen complimenten, ja, prima. Maar als jij jezelf dus niet lekker in je vel zit, zoals jij net aangeeft. Ja, wat heb je er dan aan inderdaad? Ja, ik heb zelf zo, als ik nog dieper ga en persoonlijker ga, is er maar als je letterlijk van de reden waarom ik seks met mij zou willen hebben, die zeg maar die aandacht hebben, is puur dat ik een soort van bevestiging zoek dat ik zeg maar oké okay ben met mezelf. Letterlijk is dat het dan. En dan denk ik van ja, dat is ook super leuk. Dat je met meiden gewoon seks hebt. Ja. Om zelf die bevestiging te voelen van oh, je voelt je wel, je ziet er wel goed uit of zoiets. Omdat je gewoon nu niet echt voelt alsof ik er goed uitzie. Zeg maar. Ja. Bijzonder, hè? Echt bijzonder, ja. Wie had dat gedacht, hè? 3 maanden geleden. Ja, en dan ga je zeg maar voor de dream body. En dan heb je de dream body en dan is het zo van... The dream collapsed. Ja. Ja. Best wel zonde, maar het is gewoon... Maar wel gewoon, dit is wel het mooiste experiment. Want allereerst, het is gelukt. Dus zo is dat. Nice voor die body. Het is echt een boegbeeld van hoe het moet. Je hebt alles gedaan volgens een boekje. Je hebt niet gecheat eromheen. Exact, je hebt exact gedaan wat je trainer zei. Met volle discipline. 2 dagen per week trainen soms. Of 2 keer per dag trainen. Precies, ja. Waar haal je überhaupt die motivatie vandaan? Ja, laten we het daar eens over hebben. Ik denk dus... Ik ben een beetje autistisch en ik heb ADD, okay, dus volgens mij dat zijn zeg maar best wel een soort van dingetjes die mij zorgen dat ik echt hyperfocus op iets heb. Okay. Dat betekent dat als ik zeg maar structuur heb, ben ik ontzettend gedisciplineerd. Ja. En dan zie je dat ik dat nu minder heb, dat ik echt zo moeilijk moeite heb om die balans te vinden, maar ja, dat is gewoon how the brain works. Ja. Maar ik in het ook zeg ook, ik ben blij dat er gewoon een stop zat. En op een gegeven moment als ik gewoon erin zit,
Ik kon ook geen hapje slecht voedsel proberen. Ook tijdens kerst, oud en nieuw, geen oliebol die erin ging, geen kerstdiner. Ik zat lekker met mijn bakjes kip en mijn eiwitshake. Mensen zeg maar. Die zo met kipnuggets bij je mond zagen. Precies. Nee, ik ben wel trots dat ik dat heb kunnen doen. Ja. Maar het was wel echt een zware, voor mezelf autistische, gedisciplineerde 3 maanden, als ik eerlijk ben. Ja. Maar zeg maar, wat, als ik terugkijk op mijn proces van ik heb 3 jaar lang dit gedaan. Mm-hmm. Ik haat die tijd. Maar soms heb ik er ook wel weer zin in. Ja. Dus als ik terugkijk, denk ik, wauw, het leven is zoveel makkelijker nu. Nu ik niet meer calorieën tel, maar alleen een beetje op macro's let. En nu ik gewoon normaal train. Maar af en toe denk ik, ja, die controle was wel lekker. Ja, die hou vast of zo. Het is een regime dat je gewoon weet waar je naartoe bent. Dat is ook wel gewoon fijn. Dat je gewoon precies weet wat er gebeurt. Als je daarop hebt, ik vind die controle gewoon best wel cool. Want je weet gewoon precies, dit zit er in je lichaam. En als je lichaam zo reageert, weet je, heb je dat te maken. En dat was gewoon... Maar op een gegeven moment voelde ik me wel in 3 maanden echt een stuk vee. Ik had gewoon bij me thuis enorme bakken met eiwitpoeder, zakken met fucking havermout, walnotenzakken en shit, allemaal zo in packs. Ik was echt een fabriek, gewoon precies dat uitgemeten. Ik voel me zo'n soort van biologische rund die precies goed gevoed wordt. Dat is helemaal de beste spiermassa heeft, weet je? Maar zo was het wel een beetje. Ja, en ook in zo'n snel mogelijke tijd moest je het voor elkaar echt als een soort plofkip. Ja, echt fabrieksmaten ben ik echt gewoon, ik was gewoon volledig gewoon... switched off en soort van automatisch. Alles of niks. Ja. En had je deze kennis al een beetje op zak? Hoe stond je überhaupt voor qua sport daarvoor? Ja, ik heb daarvoor wel gesport, fitness gedaan, maar echt, ga dat nergens over. Als ik naar terugkijk, denk ik, waar was ik mee bezig? Okay. Maar ik had daar wel een soort van muscle memory op een bepaalde practice. En ik, met voeding had ik wel goed in de gaten hoe dit werkte. Dus weer wel precies met de eiwitten, koolhydraten en vetten en wat dan ook. Mm-hmm. Want het grappige is eigenlijk, ik denk 2 jaar hiervoor of zo, dus heb ik anderhalf jaar een soort van, heb ik bijna een jaar een soort van anorexia gehad. Zonder dat ik het door had. Ja. Dus toen was ik helemaal nieuw in de fitnesswereld. En toen dacht ik, oké, weet je wat, eerst lekker droog worden of zo. Ik had geen idee. Opdrogen. En toen ging ik gewoon met zo'n stomme app en die gaf me advies. En toen zei ik, ik heb wel zoveel keer afvallen en zoveel tijd. En toen zat ik echt op letterlijk 980 calorieën wat ik had. En ik had niet door dat je dus eiwit, koolhydraten en vetten moest hebben. Jij keek alleen naar die calorieën. Precies. En dan was ik eigenlijk alleen mijn koolhydraten nemen. En toen sport ik letterlijk toen. Hardgelopen, 10 kilometer per dag. Ja. Want dat deed ik dan 5 keer in de week en dan 2 keer in de week fitness. En toen deed ik dat met zo weinig calorieën. En dat met zo weinig calorieën. Toen ben ik echt al spiermassa verloren, toen ben ik seksueel kwijtgeraakt, al die shit. En ik zie meer definities, het gaat de goede kant op, maar ik had gewoon geen idee. En dat is ook wat veel meiden mee maken natuurlijk, die hebben geen kennis. Die gaan dan zeg maar alleen aan een sapje zitten, wat koolhydraten zijn, snelle suikers, fucking slecht. Weet je, en die vitamines kun je dan een pil halen. Maar dat is iets van, daar heb ik wel geleerd, oké, zo werkt het dus, dat heb ik echt heel goed. Daarna heb ik het gewoon goed geleerd eigenlijk, goed in elkaar zitten. Dus die kennis had ik al en daardoor was de voeding ook belangrijk, zeg maar, makkelijker haalbaar. Want ja, met trainen ook, en met trainen het ook, het is de voeding is die maakt echt het verschil. Hoe je dat dus doet, precies elke 2-3 uur moet goede rust nemen. En als ik dat als een robot dat kan doen, dan kom ik wel in 3 maanden. Dus het is eigenlijk gewoon de perfecte formule heb je gewoon opgevolgd. Ja. En dat is wel iets, zeg maar, los van het hele effect wat het op je lichaam kan hebben. Afvallen is dus eigenlijk best wel heel simpel. Zeker weten. Het is zeker helemaal weten. Geen raketwetenschap. Deze man. Het enige man. Wat je nodig hebt, is een schema waar je aan kunt houden. Precies, en jij had blijkbaar het vermogen om je aan welk schema je ook had gekregen, had je eraan gehouden. Want als je op 900 calorieën per dag kan leven, dan was dit denk ik al bijna gewoon een feestje qua wat je mocht eten. Zeker. Los van dat je het feit dat je was niet zo dol op de droge kip en zulke soort dingen. Nee, want je gewoon maar zelfs dat bent op een gegeven moment. Het bent gewoon. Maar wat je zegt, daarvoor had ik iets moois dat je het zegt, van mensen die ze afvallen of wat ook. De science is zo simpel. Ja. Het is zo simpel. Alleen je moet het gewoon doen. En het schema, ik heb samen met mijn trainer echt opgesteld. En hij zei gewoon, nou, we doen iets meer koolhydraten dan dat. En dan moest ik zelf bepalen wat ik ongeveer ging eten. Mm-hmm. Maar je weet gewoon, oké, dit moet ik exact eten. Het is fucking eenzijdig. Er zit geen smaken, geen zout, geen olie. Het is helemaal ruk. Maar ja, als ik dit gewoon exact doe als een robot, krijg ik het resultaat. Hoe dan ook. Ja. Weet je, alleen voor veel mensen toch van, nou, toch maar het snackie. Of, nou, is het wel verdiend hoor. Nee, je hebt niks verdiend. Je weet je het eindresultaat wat je verdiend hebt. Dus dan, nou ja. Je komt er zo en je krijgt een resultaat. En vooral een resultaat waarbij mensen zeggen meteen anabolen of dinges. Nou, complimenten zie ik dan maar. Ja, dat is een hartstikke mooi compliment. Maar ik heb wel echt mijn leven gewoon helemaal uitgezet. Sociaal en zakelijk eigenlijk gewoon. Ik was gewoon een fucking robot. Ik heb het gewoon zo gedaan. Ja.
hoe de fuck ga ik, als klein gastie, ga ik zo op die cover staan? En ik ken wel van die andere fitness guys op Instagram, en die plaatsen dan van die foto's, ziet er fucking awkward uit. Het staat een beetje zo, hé, hey, weet je, dat je van, yo, wat weet je? Ja. En ik had wel een lat, zeg maar, een hoog gelegd, van oké, okay, dat moet ook echt zo'n cover voor zijn, ding van bam, weet je, fucking hard. Ja. Maar dus, ik zag het gewoon helemaal, zelfs de dagen voor de shoot, dat ik ook, ja, tering zag rijden en zo, omdat ik geen koolhydraten had, maar ook dat ik echt, ik was zo fucking bang om gewoon af te gaan op de shoot. En ik kon letterlijk gewoon, ik keek gewoon naar mijn eigen lichaam en ik kon gewoon niet zien wat er fuck aan de hand was. Echt, ik had geen idee op welke fase ik zat. En ja. Geen moment moest je dan meer, natuurlijk minder vocht en minder koolhydraten vreten. Dus dan heb je het gevoel dat het nog meer krimpt. En dan was ik helemaal bang van shit, krimpt niet te erg en wat dan ook. Dus het was gewoon best wel belangrijk voor mensen om te beseffen ook dat je dus, dat naast het hebben van een goed lichaam, het echte mindset is dat je gewoon bewust moet zijn dat je een soort van, nou misschien niet bewust, realistisch moet zijn, naar jezelf moet kijken en toch niet vergelijken met anderen of zoiets. Ja. Want je voelt je eigenlijk gewoon heel kut en onzeker en je hebt gewoon niet door of je nou een goed lichaam hebt. En wat heb je nou een goed lichaam als je iets door hebt dat je een goed lichaam hebt eigenlijk? Maar ik stel me een beetje, ik ga helemaal terug van alle dingen die beter konden. Mm-hmm. Maar het is gewoon gek, zelfs die foto gemaakt was, denk je van joh, echt een fucking beast, het ziet er fucking goed uit. Dus dat weet je soort van, maar alsnog voel ik het niet. Okay. Dus ja, wat is er voor nodig om het te laten realiseren, weet je wel? Ja, wie weet komt het. Precies. Nooit. Ik denk dat, ja, zelfbesef is gewoon heel raar. Je kan niet gewoon iets doen en het dan meteen opslaan, want je hebt een beeld gecreëerd in, noem maar wat, 18 jaar van je leven. Ja. Als je dan 3 maanden transformeert, ja, het is heel lastig om in die 3 maanden iets totaal te veranderen wat je in 18 jaar hebt opgebouwd. Ja. Dus wie weet duurt het nog wel 18 jaar om dat zelfbeeld weer te accepteren. Ja. Maar ja, dan zou je 18 jaar lang moeten doen wat je net gedaan hebt. Ja, precies. Ja. De vraag is, wil je dat? Ja, bij mij is het echt lastig. Ik wil het even zo van onderhouden, ook letterlijk dat ik denk van oké, ik heb het nu toch. Ja. En ook qua geld, er zit tering veel geld in. Ja, echt een paar duizend euro. En je denkt van ja, een soort upgrade voor je, zeg maar, je lichaam. Ja, want waar gaat het geld naartoe, onder andere? Ja, ik had, voeding is natuurlijk echt een groot ding natuurlijk ook. Als je me voorstelt dat je op een gegeven moment of 3 biefstuk of zoveel kip per dag moet eten, is gewoon duur. En, de eiwitshakes, ja, zo'n bus kost €80. Op een gegeven moment zat ik op 2,5 kilo per week. Ja, dat zet je echt, denk je, nou. En ik had niet door dat het zoveel geld zou kosten. Nou, de personal training natuurlijk kost heel veel geld. Laatst per dag als je 2 keer per dag gaat. Mm-hmm. Maar het voordeel is, kijk, nu heb ik natuurlijk wel de kennis in huis en dan kan ik gewoon zelf trainen. Dus dat scheelt een hoop. Ja. Maar het is echt gewoon toch wel de voeding. En ik weet niet of ik het echt zo waard vind om dus ook gewoon met je sociaal leven, als je met vrienden weggaat. Dus je weet, kijk, ik ga nu iets langer weg, dan heb ik die maaltijd, dan moet ik ook hebben, moet ik die nog bereiden, moet ik die mee hebben en zo. Ja. En ja, wat jij ook al zei, jij kan ook niet, ja, voor jou is het moeilijk om die balans, zeg maar, een soort middenweg te vinden. Het is bij jou alles of niets. Ja. En dat is bij mij ook gewoon zo. En dan kan ik, zeg maar, daar komen en dan kunnen we mooie dingen bereiken. Maar hoe zijn we nu in staat een normaal leven te leiden nu? Zeg het maar. Ja, ik heb er moeite mee, hoor. Ik heb er echt moeite mee. Het is echt een van de lastigste dingen in het leven, is balans. En voor de meeste mensen is het heel lastig om tot dat punt te komen waar jij bent geweest. Ja. Maar als je daar eenmaal bent geweest en je hebt geproefd hoe het aan de top is, ja, lukt het dan nog om weer daaronder te zweven, zeg maar? Ja, ik vind het lastig. Ik denk dat Max Verstappen, die weet hoe het voelt om op het podium te staan, die kan niet meer blij zijn met een tweede plek. Nee, precies. Dat is het ook. Terwijl, als je nu even nadenkt van, ja, maar Max, je bent nog super jong, kijk wat je allemaal hebt bereikt. En ja, maar ik wil gewoon weer op de top staan. Ja, dat werkt gewoon niet. Als je het of ik kap ermee. Ja, ja. En ik denk dat dat vaak het gevoel is wat wij hebben, van ja, of je gaat gewoon 3 keer per dag kip en broccoli eten, of doe maar gewoon een burger, want fuck die shit. Ja, maar dat is exact het gevoel wat ik ook heb. Ja, dus er moet iets ontstaan waarbij je een soort, eigenlijk een andere plezierbeleving vindt, waardoor je kan genieten van het proces, je kan weer genieten van een workout, kan genieten van gezond eten, maar niet extreem eten. Ja. En waarbij je daar als het ware voldoening uit haalt. Want de voldoening van het lichaam weegt daar niet tegenop. Nee. Hebben we blijkbaar allebei ontdekt, net als vele anderen. Dus het is eigenlijk op zoek gaan naar een ander soort manier van geluk. Want jij dacht, het lichaam gaat me geluk brengen. Precies. Dat was niet zo. Dus eigenlijk komt er nu, als het ware, nog een video misschien in de toekomst. Ja. Nou, wat dan wel echt geluk is. Ja, zeker. Ja, daar ga ik zeker verder op in. Maar het is wel gewoon, het blijft gewoon zo'n struggle, zo'n lichaam. En vooral omdat iedereen een soort van gevoel heeft. En nu zijn je oogballen ook op me gericht. Zei ik al eerder van, ja, nu ben ik die gespierde gast op YouTube. Zeker. Maar dan, ja,
Je bent wat je wilde, man. Ja. Je hebt je eigen monster gecreëerd. Ik heb echt mijn eigen monster gecreëerd, ja. Ja, maar wel een monsterlijk goed lichaam. Mag gezegd worden. Dankjewel. Dus bedankt voor het delen van je verhaal. Het wordt echt door velen gewaardeerd en het is herkenbaar. Ja. Ja, nog één zinnetje eigenlijk dus naar de mensen die denken ik wil dat lichaam. Wat zou je ze willen vertellen? Dan pak ik mijn camera en pak het weer. Kijk, een mooi lichaam willen is prima en dat willen meer mensen. Alleen kijk echt goed waar je geluk vandaan haalt en denk niet dat dus per se een mooi uiterlijk je gelukkiger maakt met alle aandacht en dingen. Maar je moet gewoon echt kijken van hoe je gewoon goed en fit voelt. En misschien is een heel extreem perfect lichaam, brengt dat niet eens voor jouw geluk. Maar realiseer je dat gewoon goed en niet gewoon meteen blind gewoon denken ik ga workout en knokken en vechten om dat lichaam te krijgen. Onderzoek eerst gewoon even echt goed waar je zelf gelukkig wordt, dat denk ik. Nice.